Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik wil het vandaag gaan hebben over goede voornemens voor 2019. We hebben ze allemaal. We willen afvallen, minder roken, minder drinken, langer slapen, meer tijd met familie en vrienden, op vakantie, die leuke auto, dat mooie huis, geld sparen, noem het maar op. We hebben allemaal goede voornemens en tegen de tijd dat het maart 2019 is, weten we eigenlijk vaak niet eens meer wat we nou voor goede voornemens hadden. Ik ga jullie helpen hoe je de doelen zo kan stellen dat je ze in 2019 niet alleen nog meer weet, maar ook gaat halen. Allereerst zijn de meeste voornemens heel erg vaag. Minder roken, minder drinken, meer tijd met familie en vrienden, meer geld verdienen, afvallen. Het is allemaal een beetje van, ja, maar wat wil je dan precies? Want afvallen, als je een kilo afgevallen bent, heb je dan je doel al bereikt? Is dat dan wat je wilde? Meer geld verdienen, als jij een tientje per maand erbij krijgt, is dat dan wat je voor ogen had? Wat heb je precies voor ogen? Wat wil je er precies van? En dat kan je doen om je doelen smart te maken. Voor degene die dit ook op school hebben gehad, even een herhalingje. Smart is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Als je je doelen zo opstelt, wordt het gelijk ook duidelijker wat voor acties je kan ondernemen om dat doel te bereiken. Dus als je zegt, ik wil afvallen, klinkt heel vaag, klinkt ook heel groot van, ja, hoe ga je dan, wat ga je dan precies doen? Wat wil je dan precies? Als je het specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden maakt, krijg je dat wel. Ik wil afvallen versus ik wil 10 kilo afvallen voor de zomervakantie. Veel duidelijker wat je precies wil. Ook veel motiverender om er doelen aan te hangen en dat ook werkelijk waar te gaan halen. Beetje tijdsdruk, dat beweegt mensen heel vaak. En dit kan je met allerlei doelen doen. Dus ik wil meer geld verdienen. Ik wil dit jaar 20% meer inkomen hebben. Ik wil dit jaar mijn spaarrekening verdubbelen. Ik wil blablabla. Dus je kan het allemaal veel helderder voor ogen halen. Wat het is dat je precies wil. En daardoor kan je ook veel makkelijker stappen eraan hangen om die doelen werkelijk waar te bereiken. Kleine keynote hierbij is, maak niet meer als 3 goede voornemens. Het is wetenschappelijk bewezen dat wij mensen ons maar op 3 dingen tegelijkertijd kunnen focussen. We kunnen met 3 doelen tegelijkertijd, daar kunnen we maar aan werken. Meer is het niet. Ons brein gaat 1, 2, 3, veel. Wetenschappelijk bewezen, hè? 1, 2, 3, veel. Meer kan ons brein gewoon onbewust, ja, kan ons onbewustzijn gewoon niet aan. Dan is het gewoon te veel om op te focussen. En je wil niet dat het je stress geeft of dat je het gevoel hebt dat je het niet kan of dat het veel te veel is. Je wil je doelen kort en leuk houden. En als je het doel bereikt, dan kan je een nieuw doel stellen. Hè? Dit is gewoon puur voor het nieuwe jaar, maar je kan dit dus altijd toepassen. Dus 3 doelen. Je kan even zeggen van, ja, maar als ik zoveel doelen heb, probeer de gemeenschappelijke factor te vinden. Dus als het doel is om een nieuw huis te kunnen kopen, een andere auto te kunnen kopen en je spaarrekening aan te vullen, dan is het algemene doel dat er meer geld binnen moet komen. Dus dan is het doel wat je smart kan maken, is ik wil 20% meer inkomen hebben. Als je doel is, ik wil met mijn kinderen op vakantie kunnen, ik wil meer tijd met mijn kinderen hebben en ik wil meer vriendinnen of zo, dat je meer sociaal wil zijn, dan is dat een hoofddoel. Dat is dat een gemeenschappelijk factor waar je een smart doel op kan creëren. Het tweede wat je kan doen om je doelen wat sterker neer te zetten is om er een pleasure en een pain kant aan te hangen. Dus een plezier en een pijn kant. Bij mensen worden maar gedreven door 2 dingen. Het voorkomen van pijn en het vinden van plezier. Meer is het niet. Again, wetenschappelijk bewezen, er zijn maar 2 dingen in ons leven die ons motiveren. Het voorkomen van pijn en het vinden van plezier. Meer is het niet. En als je dat aan je doel hangt, dan voelt hij gelijk wat krachtiger. Want waarom wil je 10 kilo voor 1 juni verliezen? Dat is even het doel wat ik pak, dat is het meest makkelijke doel om uit te leggen. Waarschijnlijk omdat je dan comfortabel in je bikini op het strand achter je kind aan kan rennen, zonder dat alles alle kanten op heen en weer flabbert. Dat je eigen zelfverzekerd voelt, dat je mee kan doen met de gekste zomermode. Dat je eigen fit en gezond voelt om lekker in het leven te staan en van je vakantie te kunnen genieten. Noem het maar op. Maar wat voor pijnaspect hangt er aan als je dit niet haalt? Als je die 10 kilo niet verliest, dan voel je je eigenlijk misschien gedwongen om onder je parasol op een handdoekje te blijven zitten. Voel je je eigenlijk helemaal niet zelfverzekerd. Pas je misschien helemaal niet meer in je zomerkleding. Noem het maar op. Er is een pijnprikkel die daaraan hangt waarom je die 10 kilo wel zou willen verliezen. En wat voor consequenties het heeft als je die niet afvalt. Het volgende wat je kan doen als je een heel duidelijk doel voor ogen hebt met je waarom je het wel wil en wat de consequenties zijn als je het niet haalt, dan kan je je doel gaan onderverdelen in acties. Dat is het allerleukste. Hoe ga je dat doel dan halen?
Maak kleine stapjes. Ga het uitschrijven. Je hoeft niet gelijk al helemaal te weten hoe je daar bij het einde komt. Maar wat ga je de eerste paar keer doen? Wat zijn de eerste stappen die je zou kunnen zetten? Als het gaat om gewichtsverlies, zou je kunnen zeggen van, nou, ik ga in januari iedere dag 10.000 stappen lopen. Ik ga rond de 1800 calorieën eten en ik ga mezelf één keer in de week wegen. Dat is een begin. Het is niet gezegd als je op dat moment, dat je dat vanaf januari tot en met juni doet, dat je in juni die 10 kilo verloren bent. Maar het is een begin. Als jij jezelf 4 keer hebt gewogen en je denkt, hé, dit werkt niet, ik ga er 2 keer in de week krachttraining bij doen. Zo kan je het uitbouwen en dichter bij je doel komen. Als jouw goede voornemen is dat je dit jaar door Amerika wil rondreizen, dan kan je ook die weer helemaal smart maken door te zeggen, ik ga in augustus 3 weken lang rondreizen in de United States. Samen met die. Acties die je daaronder kan zetten zijn bijvoorbeeld dat je een reisplan samen gaat maken. Dat je zorgt dat de financiële middelen zijn. Dat je boekingen gaat doen. Dat je reserveringen gaat doen. Dat je een plan hebt welke bezienswaardigheden je wil bezoeken. Noem het maar op. Dat zijn allemaal kleine actiestappen die je gedurende de aanlooptijd naar het tijdsvak waarin het doel afgerond moet zijn, kan plaatsvinden. Het zijn dus kleine stapjes waarvoor je jezelf ook kan belonen. Dat is natuurlijk ook een hele fijne. Zo kan je bijvoorbeeld ook denken van, nou, als je bijvoorbeeld naar die 10 kilo wil, iedere keer als je 2,5 kilo hebt verloren, mag je een spaardagje of je gaat je nagels laten doen, je haar lekker laten doen. Of waar jij dan ook op dat moment gelukkig van wordt. Of een nieuw sportsetje kopen. Dat heb ik ook een keer gedaan. Als je bijvoorbeeld, mijn doel was 5 kilo afvallen in 2 maanden tijd. Toen had ik het bereikt en toen had ik een nieuw sportsetje gekocht. Werkt hartstikke motiverend. Dus je denkt, ah ja, deze sportkleding wordt te groot. Lekker een nieuw setje kopen. Dat is een leuk beloningje op een van de acties die je dan gehaald hebt voor je grotere doel. De laatste tip die ik wil meegeven hoe jij je doelen kan bereiken is door ze op te schrijven. Als je je doelen opschrijft is de kans dat je ze gaat behalen 30% groter als dat je ze zomaar tegen iemand vertelt. Sowieso moet je ze wel delen met mensen zodat ze je ook een beetje aansprakelijk kunnen houden of je een beetje in het gareel kunnen houden. Of af en toe kunnen vragen van hoe gaat het en je kunnen helpen met reflecteren. Maar als je ze opschrijft is die kans gewoon veel groter dat je ze gaat halen. Schrijf ze ook op in een notitieboekje, je agenda, een dagboek, wat je ook wil. Ik zelf gebruik het My Goals boekje van essentialliving.info. Heel handig, staat er al helemaal uitgeschreven van nou ja, welke stappen je kan zetten. Of je ze behaald hebt, ja of nee. Die leg ik gewoon echt naast mijn bed neer. Daar staat het gewoon in. En daar kan ik lekker mee doodelen en noem het maar op. Maar je zou het dus ook gewoon in een collegeblok kunnen doen. In een notitieboekje, je agenda, je dagboek, noem het maar op. En maak ook markeringen voor wanneer je gaat reflecteren. Van als jij bijvoorbeeld in 6 maanden tijd 10 kilo wil afvallen, ga iedere 2 maanden kijken, ben ik al zover? Moet ik nog aanpassen? Moet ik nog bijschaven? Moet ik nog een extra stap erin toevoegen? Moet ik een keertje extra gaan trainen? Noem het maar op. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem interessant en behulpzaam vonden. Laat even in de comments jouw voornemen voor 2019 weten. En dan wens ik jullie een fijne jaarwisseling. Doeg!